En we zijn al bijna klaar met onze campagneorganisatie. En nu hebben we net gekregen het traject dat wij gaan bewandelen vanaf januari 2019 tot mei 2020. Nog 15 maanden te gaan. En hier is die route aangegeven. En als ik kijk naar die route en ik kijk naar die opkomst en die planning was 28 zetels, mensen, kan je nu al zeggen, het wordt meer dan 28. Met de man van Berm, Luku, PA-volkde. 10 jaar lang vernietiging. 10 jaar lang armoede, de rijstboeren in Nikeri klagen, de landbouwers in de polders klagen, mesdiri, gramaxondiri, pasinemeki, gotronekri, neksnepsa. Maar je wil die mannen hun stemmen wel hebben. Dit is je laatste tijd. Dit is je laatste kans. Nog 18 maanden. Suku den tosuf des neswinkris at tapu. En begin in te pakken. Begin in te pakken. Er zijn genoeg lege kartonnen dozen. Die zijn ontstaan door jouw beleid in dit land. Begin in te pakken. Je hebt nog een beetje tijd. En go sribi. Amabetegi met lachma wandei. Dat met lachma moet tomaat gaan planten. Wel, begin zoeken chaput wel. Want jouw planten wat die nou. Jouw planten wat die nou. Hier is de ontwikkeling. En hier is de toekomst. En VHP zal richting geven aan de toekomst van Suriname onder leiding van voorzitter Santokki. Nu roepen we op om ondersteunende partij. Hoe je VHP voor boeren konden in die katibo. Hoe je een partij. Als prachtige Sammy van Tiger Odyssey. Nataki, Abiwa Maikanes Levy, volk president. Maar is na IT jaar in lange aman en besoeken doen naar Apura Uno Samsung doe man. Maar dat is van omang, dat is omang, dat we gewoon een trap aan de Sanikari VHP! De hele economische crisis die is ontstaan door internationale en nationale problemen kunnen wij het oplossen door één. Goedkoop kapitaal te krijgen van onze internationale contacten. Twee. We moeten komen met goede wetgeving. Drie. We kunnen iets doen met Nikeri. Die 70 kilometer verwijderd is van Guyana, waar er aardolie is in ontdekt. We kunnen iets doen met Marowijne, die aan de overkant van Frans-Guyana ligt, de poort naar Europa toe. We kunnen bruggen bouwen, we kunnen wegen afleggen, helemaal naar Kwamalasamu toe. Mama Sranang et Kree, Mama Sranang et Kree, alla D, alla C, en onhoorlijk heb je van haar kondre, om ons te gaan verantwoorden voor Tjara Tjentjiko. Tja, na een partij die voor Tjara Tjentjiko. Leiders die risico's nemen, leiders die hard werken, leiders die durven, leiders die vertrouwen uitstralen, leiders die veiligheid creëren, leiders die zorgen dat uw kind niet de criminaliteit ingaat. Die leiders hebben we hier in VHP. En als we het niet hebben, dan halen we het. Kijk om u heen. We hebben het gehaald van Apura, Marowijne en overal. No, no, nee. Als we ons aan dat we doen, laat die koeien zoen. Pepper? Dus, no, no, nee, laat die. Ik kom, VHP, ik kom. Hoe zit u zeggen? Make, we, let VHP. Kan ik ze aan Abra? Dat ik kan draaien, kon er iets meer op. Nou, met de praatie, Oenu. Suriname heeft je nodig, Suriname niet je, alles aan de VHP aan de maat. En je zal zien dat je geld weer waarde gaat hebben. En Massa Capite, omdat iedereen aan jou, volk van Suriname, we zijn boos. We zijn boos op de beleidsmakers van dit land, deze regering. Ja. Waar de man die zich van dit deel aankondre. En wil ik die VHP taki ook te trappen. In een ongezonde politieke milieu, hoe aan het gaan verandering go. Zijn jullie bereid, mensen? Zijn jullie bereid om die verandering te brengen? In 87 hebben we gezien dat het volk massaal is gegaan
om front te stemmen en de mayan de mangwe. Wel, no mi kantaigi. In 2020, we wakagon mita stap dati. En mi kantaigi president, une arki los los in a barbori modro. E fino wan li basturu, no. Ta a orange bewegeng om eki lus asturu. En lo e gwe, want, VAP a orange bewegeng. Vandaag hebben we laten zien
volk van Suriname, alle Surinamers, dat jullie bereid zijn, durf, moed en verantwoordelijkheid ten toon te stellen. Want als jullie vandaag hier met zo'n massa hier gekomen zijn, dan zeggen jullie alleen maar één ding. We willen gewoon vooraf uit de crisis. Wat gaat het dan in Suriname zeggen? Maar ik heb een boodschap voor die tegenstander. Maar ik heb ook een boodschap voor onze vrienden. De vrienden van VHP. Die altijd vrienden van VHP gaan blijven. Voer u geen politiek op basis van etniciteit. De tijd van etnische politiek is voorbij. En dat laat de VHP hier zien. Voer u geen politiek op etniciteit. Die politiek op basis van etniciteit heeft ons land verschrikkelijk verdeeld gehouden. Ons land uit elkaar gescheurd. Dat bevolkingsgroepen schuin naar elkaar te kijken. Dat men haat gecreëerd heeft tegen bevolkingsgroepen in het land. Door die smerige etnische politiek voeren. VHP kan afrekenen met die etnische politiek.